Goedendag iedereen, op een nieuwe reportage hier te Terneuzen. Dus ik ben hier aan de ingang van het havengebied even verder. Dus ook in een afzonderlijke reportage kunt u ook zien de wandeltocht die nodig is om van de ene kant naar de andere kant te wandelen. Dus meer bepaald van het busstation van Terneuzen tot dit punt. Dus dit punt hier is ook de route van de bus. Dus de buslijn 10, de buslijn 20. Ik vond het opnieuw nog even interessant, wist dat ik hier ben, om dit in de kijker te brengen. De reportages worden volledig gratis gedaan, vele inspanningen van jaren op bepaalde vlogs. En er wordt ook wel verondersteld dat de bevoegde persoon een verandering voorzien. Een verandering in de mobiliteit. Ik zeg nog iedere keer, die bus lijn 10, lijn 20, kan je inderdaad gaan tot het Westerschelde busstation daar, de Westerschelde tunnel, overstappen op de lijn 50 voor Middelburg, ja, eventueel verder tot Hoes of naar Sluis, naar Oosburg, dat kan allemaal, maar hier hebben de woonzones geen vervoer. Wil je naar Rotene gaan, meer dan 5 kilometer verder, moet je te voet, er is geen OV. Wil je naar het winkelcentrum, hier aan de rechterkant? Dus daar even verder is het winkelcentrum van de Kennedylaan. Totaal geen vervoer. Dus de bus komt wel langs hier, maar er is geen stopplaats, er is geen halte. En dan heb je natuurlijk nog de woonzones die na de Kennedylaan zijn. Ook wel heel brede woonzones. Geen enkele openbaar vervoer. Ja, misschien komt er zo dadelijk nog een bus hier langs. Dan is het ook nog even interessant om het opnieuw te verduidelijken. Allee, bijvoorbeeld hier, de bus die langskomt, kan je afstappen bij het stadhuis. Allee, feitelijk is het stadhuis en dan de westkant, de twee haltes hier van deze zone. En voor de rest, aan deze kant heb je gewoonweg geen halte. In België gebruik ik al tientallen jaren het openbaar vervoer. Bus, trein, tram. En ook wel op andere plaatsen van Nederland. Maar ik zeg, hier is het toch wel uniek dat er niets verandert in al die jaren. Ook wel redelijk veel doorstromingsverkeer aan dit punt. De lijn 10 is maar één voertuig per uur, dus het is ook wel logisch dat je dan net op het uur moet komen dat die bus aanwezig is. Dus het tweede probleem is ook dat er geen deelfietsen zijn. Zoals in Hoes bijvoorbeeld. In Hoes kan men een fiets huren van de NS of een andere dienst. Dus je neemt die fiets, je zet die af waar je wilt. En die wordt dan terug opgepikt, zoals in de steden in België. Iedereen kent het systeem, een bepaalde fietsstalling. Dus dat is er ook niet aanwezig. Dat is al jaren dat ik dat idee gegeven had. Maar bon, het verandert ook niet. Dus geen deelfietsen. Geen stadsvervoer. En geen extra haltes.
Ja, ik ben hier soms wel vroeg in de ochtend, omwille van de frisse lucht, aan het water, minder last van pollen. Natuurlijk, na 10 uur is de pollenzone wel te hevig, zowel hier als de andere locaties. Hè. Maar bon, ik had al wel getoond in andere video's, dus die bus komt langs hier, gaat dan hier langs het winkelcentrum Schuttershof, slaat hierin en vervolgens, hier heb je het winkelcentrum, het is gewoon rechtdoor, linker en rechterkant, en heb je dus totaal geen bediening. Het is ook te zien in een vorig filmpje op het gebied van die, als voorbeeld van die planten daar. De route die moet gedaan worden van dit punt tot het stadhuis, het is veel te ver, het is te zwaar. Well, ik ga nog even langs dit punt hier, het is wel interessant voor de mensen die de zone niet kennen. Ik ga nog even langs de Terneuzen Centraal Station. Alles is aanwezig, beste mensen, maar bon, er is volledig geen veranderingen in jaren, in tientallen jaren. Ja, op het gebied van havengebied hier zie je wel veranderingen, de bouw van de nieuwe sluis. Projecten, nieuwe appartementsgebouwen die gezet worden, maar op het gebied van mobiliteit, nul. Ik zeg, mensen die frisse lucht nodig hebben, aan de Scheldeboulevard, daar ook in de ochtend, is ook wel redelijk veel wind. Het is ook wel goed van een wandeling te gaan doen. Heb je ook minder pollen door het water. Portaal van Vlaanderen, dat is hier ook op deze locatie. Ja, die hebben ook zo'n treintje om een rondrit te doen te Terneuzen. Ik had het ook even in beeld gebracht. Zo, beste mensen, de trein naar Gent. Ik schat dus 30 kilometer afstand. Welkom aan Terneuzen Centraal. Met de huidige mobiliteit dat er is, kan je wel tot 2 uur en 30 minuten erover doen om in Gent te geraken. Dus je moet dan hier een bus nemen. Met verbinding dus Zalzaten en dan eventueel in Zalzaten overstappen op een lijnbus. Maar je moet natuurlijk ook wel zien dat die uren overeenstemmen. Zo, ik kan hier binnen en kan dan de andere kant terug bij. De sporen worden wel degelijk gebruikt verder, dus hier niet, maar verder zie ik wel regelmatig goederen treinen en ook wel vernieuwde sporen en zo. Zo, beste mensen, Terneuzen Centraal Station. We kunnen naar Gent, een snelle verbinding hier voor woon-werkverkeer, voor studenten, voor alles, maar het verandert niets.
het station volledig hernieuwen en dan zorgen dat er hier een busvervoer is die verbindingen heeft met de woonzones. Maar bon, momenteel kan je zelf niet naar je eigen woning gaan. Ik zeg, er zijn vele mensen die niet naar huis kunnen. Omdat er dus gewoonweg geen busvervoer is. Dus hier het blok van het winkelcentrum. Het is meer dan 5 jaar geleden gebouwd geweest, dit gedeelte hier. Men heeft zelf vergeten een plaats te zetten voor een haltetaxi. Een haltetaxi mag hier ook niet komen, omdat er geen halte is van de bus. En dus busvervoer is er natuurlijk niet. Er rijden wel bussen voorbij die naar een busstalling moeten. En dat is het. Beste mensen, welkom in het Kennedy Laan winkelcentrum, Rittalpark. Dat is een beetje een andere benaming. Ja, sommige mensen die tegenstander zijn van het openbaar vervoer, is natuurlijk, wow. Hij is daar weer met zijn opmerkingen voor de verandering van de mobiliteit. Maar bon. Het is niet om in de doofpot te doen, het is toch wel de realiteit. Hè? Kijk, over de andere woonzone gesproken. Dus hier heb je dus de Hamma aan de rechterkant. Even verder, ja, na die bomen daar heb je volledige woonzones. Hebben ze ook totaal geen openbaar vervoer. Dus dat is gemakkelijk 20 minuten te voet met de trolley tot hier. En de andere kant, ja, iedereen... Je hebt de beelden kunnen zien in de vorige video. Je koopt hier iets, je moet slenteren tot de bushalte van het stadhuis. Kijk hier, Aldi, Action, Jysk, Lidl. En dan die andere winkels hier. Algemene zaken. Daar hoort toch wel openbaar vervoer bij. Ja, ik kan begrijpen dat men zegt de Hamma. Men had niet in de Hamma bouwmateriaal gaan kopen en een bus gaan doen. Nee, dat begreep ik ook wel. Maar aan deze kant hier is toch maar logisch dat er busvervoer aanwezig is. Zo, en voor dit stuk te zien, ik heb wel begonnen te filmen de vorige keer, meer bepaald een stuk verder. Goed dat de mensen moeten slenteren met hun boodschappen tot het stadhuis, kunt u zien, met een voorbeeldvideo. Dat ik even planten bij had. Zo, beste mensen, ik ga het hier afsluiten. Ik vraag me echt af hoeveel jaar dat nog zal duren. Vooraleer dat de mensen hier openbaar vervoer zullen krijgen. En dus ook het treinstation. Ik kom dat wel op een dag actief voor passagierstransport. Zo, tot de volgende.